De identiteit van een verdachte die dodelijk werd geraakt na een beroving die plaatsvond aan de nu weer gevonden weg is nog niet vrijgegeven. Politiewoordvoerder Milton Kensmill, die dit bevestigt, zegt aan de nieuwsdienst dat de opsporing van twee gewapende voortvluchtige verdachten in volle gang is. De surveillerende eenheden van midden, die in de omgeving waren, die hebben toen de melding binnenkwam, ja, dat men gelijk erop heeft gereageerd. Ze kwamen de verdachte tegen. Die verdachte die zette het op een lopen. Bij de achtervolging of de aanmaning om te stoppen, ja, negeerde een van de verdachten waarschuwingsschoten van de politie en is er dan gericht geschoten met het voor betrokkenen noodlottig gevallen. De politie heeft in het afgelopen weekend ook 5 verdachten aangehouden die in het bezit waren van drugs. De arrestatie past in het kader van de uitvoering van operatie Zero Tolerance, die de nieuwe korpschef Brian Isaacs recentelijk heeft aangekondigd.